Zonder de heldhaftige hulp van de kanonneerboot Hare Majesteit Johan Maurits van Nassau zou het met de succesvolle verdediging van Kornwerder Zand wel eens helemaal anders kunnen zijn afgelopen. De kazematte maakte deel uit van de stelling Den Helder. Jongste aan boord was Kees van Aken. In mei 1939 ben ik in dienst gekomen als lichtmatroos in Vlissingen. Na ongeveer 10 maanden werd ik aan boord geplaatst van de Johan Maurits van Nassau. Het schip was circa 78 meter lang. De hoofdbewapening bestond uit 3 zogenaamde kanons van 15 centimeter, 4 mitrailleurs van 12,7 millimeter en 6 mitrailleurs van 4,4 millimeter. In de vroege ochtend van 13 mei komen er bij het commando in Den Helder berichten binnen over een zware aanval op de kazematten van Kornwerder Zand. Duitse artillerie is al in stelling gebracht voor inleidende beschietingen. De commandant van Stelling Den Helder, onder leiding van Schoutbeenacht Jolles, geeft opdracht aan de Johan Maurits van Nassau om naar de Waddenzee op te stomen. Als kanonneerboot is zij het best ingericht voor het afgeven van indirect vuur. Tot op een afstand van 18 kilometer wordt het doel genaderd. Bij het begin van de Dove Balg is het vaarwater te smal en te ondiep om verder te gaan. Tegen de schemering worden er vanuit deze positie 2 salvo's afgegeven met de kanonnen op het voordek. Een avond voor het geschut zou gaan beginnen, werden de proefschoten afgelost. Of de inslagen wel goed vielen op de afsluitdijk. Artillerieofficier IJzerreef was waarnemer op de kazematten en deed verslag via de telefoon aan de commandant in Den Helder. Ik moest aangeven waar die schoten terecht kwamen. Te dichtbij of te ver af, te veel links of te veel rechts. En dat werd iedere keer gecorrigeerd. Maar dat het zwaaide nogal heen en weer. Want het schip kon ook niks. Hè. De afstand was eigenlijk veel te groot. Na dit inschieten, onder leiding van artillerieofficier luitenant Rezer, voer het schip voor de nacht terug naar het oostelijk deel van de Tesselstroom. Omstreeks 9 uur de volgende ochtend, 14 mei, herneemt de kanonneerboot weer zijn positie. We zijn achteruitvarend. Zijn we naar de plaats waar het van moest gebeuren. Want het was daar zo smal dat ze konden niet draaien als we weg moesten. We zijn er achteruit naartoe gegaan. Door de vloedstroom draait het schip met de achterzijde richting afsluitdijk. Alleen het achterkanon is nu te gebruiken. Johan Maurits lag daar in het wat. Hij lag daar vast in de slijkgang. Hij kon niet meer verder, niet voor of achteruit. Levensgevaarlijk dat die kerels dat durfden. En dan toch op die afstand schieten. Tussen 9 uur en 10 uur 30 worden er 91 schoten gelost. Met succes, want de Duitse artillerie wordt het zwijgen opgelegd. Verbaasd over deze weerstand, die vanuit de kazematten zou komen, druipt de Duitse legermacht af. De Johan Maurits van Nassau heeft zijn werk grondig gedaan. Op de middag van de 14e mei, de laatste oorlogsdag, krijgt de commandant van het schip het bevel om de Waddenzee te verlaten en zo spoedig mogelijk naar Engeland over te steken. Nederland is inmiddels gecapituleerd en al het varende materiaal dat zich kan redden moet zo snel mogelijk vertrekken. In konvooi varen de laatste schepen naar Engeland. Circa 4 mijl uit de kust voor Callans Oog slaat het noodlot toe. Wij kwamen niet zo gek ver, want ter hoogte van Callans Oog werd het schip gebombardeerd. Hier hebben 3 duikbommenwerpers het speciaal gemunt op de Johan Maurits van Nassau, het grootste schip van het konvooi. Ik was te kooi beneden en een geweldige klap. Ik werd uit mijn kooi gegooid, trap opgelopen en ik hoorde een geloei. En ik draaide mijn hoofd om en het was 1 gele gloed. En toen was het voor mij even afgelopen. Er is een bepaald iemand over mij heen gelopen of op mij gestapt. Dat ik kwam weer even bij de tijd en ik hoorde roepen, lopen en spring. Nou was het lopen en spring en daar ging Kees, springen maar. Het schip breekt uiteindelijk door midden.
Het voorschip zinkt snel en op het achterschip springen de laatste bemanningsleden nog overboord. Een van hen is hofmeester Koenraads. Zijn horloge geeft het exacte tijdstip aan van het moment dat hij in zee terechtkomt. Zelfs als de mensen in het water liggen, vallen de vliegtuigen nog aan. Kees van Aken werd met vele anderen uit zee opgepikt en kwam veilig in Engeland aan. Ik zal u vertellen, ik ben in Engeland gekomen zoals ik geboren ben. Ik had niks aan. Want er zat er niks meer voor mij. Want wat ik aan had, werd in Engeland van me afgeknipt, want ik was zwaar verbrand. Eenmaal aangekomen in Engeland werd hij in het ziekenhuis van Bristol medisch goed aan zijn brandwonden geholpen en is daar zijn hele leven dankbaar voor gebleven. En daar heb ik dan een hele tijd gelegen. En goed verzorgd, goed verzorgd. Want mijn gezicht had lelijker kunnen zijn als wat het nu is. Vanwege de brandwonden. Maar die hebben ze daar zo netjes verzorgd voor mij. En daar ben ik de Engelse medicijnen nog steeds zeer dankbaar voor. Na de oorlog trad hij weer in dienst. Kees van Aken diende zijn hele leven bij de marine en ontving vele lintjes, waaronder die van ridder in de orde van Oranje-Nassau. Ik krijg de gouden medaille voor langdurige trouwe dienst. Commandant tegen mij, wil je alles, alle hens aan dek of bij mij in de kajuit? Ik zeg, nou commandant, als het aan mij ligt, ben je in de kajuit. Hij zegt, mooi, met de hoofden van dienst. Maar de man was kolonel. En hij doet zijn officiële praatje vanwege dat. Op een gegeven moment zegt hij tegen zijn overige officier. Hij zegt, ja heer, hij zegt, wat wij meegemaakt hebben samen, hebben jullie uit de boeken. Want wij hebben samen om ons moeder leggen schreeuwen in het water. Wist ik niet, want hij zat ook al boven het schip. De officieren hebben steeds hun plicht tot het uiterste gedaan. En de bemanning heeft zich gedurende de vele momenten van gevaar steeds laten kennen als moedige en kalme kerels waar men volkomen op kon vertrouwen. Het verlies aan mensenlevens tijdens de oorlogsdagen in 1940 wordt geschat op 3000 man marinepersoneel. 105 schepen zijn als afgeschreven beschouwd. Van onze zeemacht, inclusief Nederlands-Indië, ging circa 85% verloren. In 1993 werd kanon 3 van de kanonneerboot geborgen en staat nu opgesteld voor het Marine Opleidingsinstituut in Den Helder. Met de Johan Maurits van Nassau verloren op die avond van de 14e mei 17 man het leven.